We zijn dus eigenlijk van een positioneringsstrategie naar een ondernemingsstrategie gegaan die toch wel fundamenteel verschillend is. Namelijk, we hadden de vijf televisie net een, we hadden drie televisienetten die stonden netjes naast elkaar. Die verdeelden ook mooi op het fameuze Assenkruis de Koek. Radio, tv, monomediaal deden eigenlijk hun ding. En zoals ik het al zei, toevallig kwamen we wel ergens samen in een project. Maar dat was eerder een toevalligheid dan dat dat ingebouwd was of bewust gebeurde. En we zijn eigenlijk veranderd naar een echte ondernemingsstrategie waarbij we zeggen van kijk, we gaan overal samenwerken waar we het kunnen. En waar het moet, blijven we apart, want het zijn natuurlijk nog altijd wel verschillende mediumtypes, verschillende wetmatigheden, die uiteraard een volledige synergie niet toelaten. Maar dit is wel een strategie die heel erg toont, die de ambitie van de VRT tenminste toont, want vandaag het is niet altijd zo evident, maar het is wel waar we echt naar streven naar de toekomst. Die nieuwe structuur heeft zich dan vertaald in een aantal bonen, de fameuze bollenstructuur, waarbij facilitaire diensten en uitzendoperaties uiteindelijk versmolten zijn in toch wel één grote directie. Maar dat is facilitair, waar het eigenlijk in van belang is hier naar crossmedialiteit, is ook wel het feit dat marktstrategie, media en productie, dat die eigenlijk vanuit het concept marktstrategie bekijkt de tendensen in de markt, los van het medium. Media bekijkt het aanbod, los van het medium, maar eigenlijk heel sterk vanuit een merkenfilosofie. En productie organiseert zich crossmediaal. Ik kom daar straks, ik zal het nu eventjes tonen. Dat is eigenlijk dit. Productie organiseert zich met een aantal productiehuizen waar radio en televisie door elkaar geklutst zijn. Een voorbeeld, het productiehuis Jong. Daar, dat zijn twee ploegen die eigenlijk samen onder één leiding staan. En de ene ploeg maakt Studio Brussel, de andere ploeg maakt Ketnet. Maar door het feit dat daar één management boven zit, ga je al sneller kijken van waar zijn er synergieën mogelijk, waar kunnen we aan kruisbestuiving doen. Daarom niet meteen inhoudelijk, maar zeker ook wel productioneel. Een ander voorbeeld, het productiehuis Uitleven, dat is entertainment heet dat ondertussen, gaat eigenlijk over de grote shows, steracteur, sterartiest, junior, Eurosong enzovoort. Maar daar zit ook Tonna. Dus we proberen daar zoveel mogelijk binnen de productieomgeving te kijken op welke manier dat er een kruisbestuiving nodig is of kan gebeuren. Binnen media hebben we eigenlijk vanuit een psychologische attitude of een psychologische nabijheid de merken geclusterd. Vandaar zie je hier staan de verdiepende merken. Dus we zijn vanuit media heel sterk aanbod gedreven. We kijken van welke programma's willen we brengen om aan bepaalde behoeften en aan bepaalde strategieën te voldoen. En we hebben die zo geclusterd dat die psychologische nabijheid tussen die merken maakt ook daar dat je sneller een synergie ziet tussen bijvoorbeeld Canvas Radio 1, om een voorbeeld te noemen, die in april elk en toch ook samen een speciaal programma gaan maken of een reeks gaan maken rond Expo 58. Vroeger was dat eigenlijk onbestaande dat we daar zo bewust mee omgingen dat je rond een thema, zowel op radio als op televisie, echt een grote reeks ging maken. Nu zit zelfs de redactieploegen achter de schermen zijn aan het samenwerken, waardoor je echt tot een betere inzet ook komt van mensen en middelen, maar wat je ook in je aanbod een veel coherenter verhaal kan brengen. Om het nog eens te tonen, vroeger waren we echt monomediaal georganiseerd vanuit radio, vanuit televisie en de laatste jaren ook was er een online departement waar dat strategie tussendoor liep, het aanbod tussendoor liep en productie tussendoor liep, maar je vertrok altijd vanuit het medium. Nu hebben we dat eigenlijk helemaal omgedraaid en hebben we een zware poot strategie opgezet waarin we zeggen van kijk, daar gaan we de trends analyseren, daar zit ook onze studiedienst die de markten voortdurend monitort, daar zitten strategen die zien wat we met die gegevens kunnen doen en hoe we die gegevens kunnen vertalen naar aanbod toe. Het uiteindelijke aanbod wat we brengen binnen de merken zit binnen de directie media. En binnen productie kijken we hoe kunnen we crossmediaal echt samenwerken productioneel op programma's. Zoals ik al zei, het is een heel geleidelijke evolutie. We begonnen, we zijn er al een paar jaar mee bezig om op itemniveau samen te werken.
Die samenwerking begint zich nu meer en meer te situeren op programmaniveau. Echt programma's en thema's, concepten, projectniveau. Projecten worden ook nu samen opgepikt vanuit radio, vanuit televisie, vanuit online. En de eigenlijke ambitie is om te kunnen evolueren richting echte multimediale mediamerken, waarbij we hier en daar een schuchtere aanzet geven. Dat wordt meteen duidelijk in de voorbeelden, denk ik. Bij Studio Brussel, of ik ga het eerst hebben over de jongeren. Studio Brussel is een sterk merk. Ik denk dat, dat daar weinig twijfel over bestaat. En Studio Brussel, de ambitie van Studio Brussel is net om met het merk verschillende kanalen te kunnen gaan bezetten. Als je vraagt bij jongeren, hè, als je naar het Youth Online onderzoek, als je nu echt naar een eiland moet gaan voor een hele lange tijd, wat is het medium dat je absoluut niet wilt missen? En daar komt toch wel internet als de grootste factor uit. Het internet is uiteindelijk alleen maar gegroeid, de penetratie is eigenlijk een beetje gestagneerd, maar het bij jongeren zeker is de intensivering van het gebruik is enorm toegenomen. Dus de tijdbesteding die jongeren hebben voor het internet, die stijgt. Heel algemeen gesproken gaan nieuwe media complementaire behoeften vervullen. Traditionele media blijven eigenlijk primair, zeer algemeen gesproken. Nieuwe media hebben daar een complementaire behoefte in te vullen. Bij jongeren is dat omgekeerd. Bij jongeren zien we heel duidelijk dat internet wordt de primaire behoefte en de traditionele media worden nog altijd geconsumeerd. Zelfs daar is de trend niet dalend, maar in tijdsbesteding gaan ze wel naar een secundair plan. Jongeren gebruiken nieuwe media vooral om uit te leven, te ontspannen, maar ook in de zin van status. Dat was die plotting die ik daar juist heb getoond rond media bij jongeren. En meer ook om aan te sluiten bij een groep, rond die communities. Hè. Dat is uiteindelijk, weten we dat wel. We hebben ook gezien hier nieuwe media gestegen, vooral bij jongeren, maar tv, radio. Radio is licht gedaald, alhoewel we eigenlijk kunnen zeggen van tv en radio blijven ongeveer stabiel op 1624. Alleen, naar intensief gebruik wordt dat iets secundairder. Als we dan die jongeren die 25, 34 worden, ook door de levenswijze waar men in zit, dan wordt terug de behoefte om traditionele media te consumeren, die wordt eigenlijk terug primairder. Dus in die zin zou je toch wel kunnen spreken van een verschuiving traditionele nieuwe media. Enfin, jongeren vandaag spreken niet meer over traditionele en zeker niet over nieuwe media. Media, internet is gewoon een medium voor hen. Maar de traditionele media, de behoeften daarvan althans, zijn eigenlijk hoofdzakelijk verschoven naar dat rechterkwadrant. Ik heb altijd wel moeite met links en rechts, dat rechterkwadrant. Rond ontspannen, uitleven en routine, controle krijgen op het leven rondom hem. Niet echt om te verrijken. Waar nieuwe media ontstaan is op het linkerkwadrant, dan zie je toch wel heel duidelijk dat uiteindelijk internet op termijn nu heel het diagram inneemt. Hè. Nieuwe media nu is evenzeer een medium geworden waar mensen consumeren om het te ontspannen, om het nieuws te consumeren, heel het succes van de nieuwssites. Dus in die zin zie je daar toch wel dat de traditionele media hebben een andere behoefte, maar nieuwe media vervangt dat niet, komt daar eigenlijk gewoon over te liggen. Zoals ik al zei, Studio Brussel, een sterk merk, aspirationeel in twee richtingen, in die zin wie jong is, wil zich identificeren met een iets oudere groep en wil groot zijn en wie oud is, wil jong zijn, dat bedoel ik daarmee. Maar wat hier in deze context vooral belangrijk is, het is touchable naar verschillende kanalen. Waarbij we zeker naar breedbandtoepassingen heel ambitieus willen zijn met Studio Brussel, omdat daar denk ik nog heel veel terrein ligt, braak ligt, ook voor Studio Brussel. In een verre droom, ik ben er al eens voor verguisd geweest, dromen we nog altijd van Stubru TV. Waar we misschien wel binnen een nieuwe canvas, het zit nu toch allemaal bij mij, mogelijkheden zijn.